We zijn hier op het bedrijf van Richard Klaasens. En ik heb eens een keer met een puur landbouwkundige bril gekeken, enerzijds naar het bedrijf en anderzijds naar de mogelijkheid om bomen terug een plek in de bedrijfsvoering te geven. Vanzelfsprekend kent men bomen als schaduwleveranciers in de zomer om het vee beschutting te geven. Vorige week heeft het heel hard gehageld en heel sterke stortbuien geweest. Ja, op dit moment gaan dieren ook schuilen onder de bomen. In de winter geven ze de mogelijkheid om te schuilen voor de wind. Het viel mij op dat mijn runderen vaak de beschutte plekken in het weiland opzochten. Plekken waar veel bomen en struiken staan. Het is natuurlijk logisch dat de Limousin-runderen de schaduw opzoeken in de zomer en in de winter beschutte plek zoeken tegen de weersomstandigheden. Mijn vee loopt 9 maanden per jaar buiten, ook de kalveren, dus ik vind het wel belangrijk dat zij zulke plekken hebben. Zoals je hier kunt zien, staat het vee heel veel onder deze bomen en maken ze ook gebruik van de bladeren en knabbelen ze aan de takken waar ze bij kunnen. Bomen hebben een diep wortelgestel, gaan dieper mineralen en spoorelementen kunnen gaan ophalen en gaan vaak ook op die manier een geconcentreerde hoeveelheid mineralen en spoorelementen in hun blad hebben dan puur op het gras wat de dieren kunnen grazen. Dat eten dat kan heel interessant zijn om hun mineralen en spoorelementen op peil te krijgen. En je ziet hier dat er een vrij grote heterogeniteit is in de kudde, waarbij dat sommige dieren heel hard in hun kleur zitten, helemaal juist in hun kleur zitten, terwijl dat andere bijna het beeld geven van een beetje afgewassen te zijn. Dat is bijvoorbeeld een beeld dat we zien bij kopertekort bij vee. Als we bepaalde bomen in het landschap gaan zetten en de dieren de mogelijkheid geven om daar van bladeren te eten, dan gaan ze zelf op een natuurlijke manier die koperbehoefte kunnen dekken. Hier zie je heel duidelijk dat de dieren eigenlijk bij wijze van spreken de haag scheren van onderuit. Alle bladeren die op een gegeven moment op dierenhoogte komen, die worden opgegeten. De voorste bomen, dat zijn essen. En hier de veestapel, die bleek via haarstaalanalyse koperkrapte te hebben. En dan zie je ook dat ze eigenlijk heel graag die essenbladeren proberen te eten om hun koperkrapte zelf op te lossen. In verband met die mineralenscan van de vaarzen, hè, want dat zijn uiteindelijk de dieren die het soberste op die mineralen staan, zeker omwille van het feit dat je eigenlijk een heel extensief bedrijf hebt. Van de spoorelementen zijn mangaan, koper en kobalt er drie die veel aandacht vragen. Als we naar de S kijken, dan komt die op vlak van koper eigenlijk heel goed uit. Dus die gaan we als inheemse boon er zeker bij betrekken. Dan hebben we koper afgedekt. Moesten we daar nog een alternatief zoeken? Ja, luisterbes, esdoren. Als ik dan landbouwkundig kijk, dan blijkt dat kobalt ook een aandachtspunt is op uw bedrijf. En framboos, die heeft relatief gezien een hoog kobaltgehalte. Mangaan, heb je in het verleden veel vrouwelijke of veel mannelijke nakomelingen gehad? Veel mannelijke nakomelingen. Ja. Je ziet ook dat het mangaangehalte eerder aan de krappe kant is. En dan krijg je relatief gezien meer mannelijke nakomelingen. Nu, vleesveehouders die vinden dat soms wel interessant om veel mannelijke nakomelingen te hebben. Langs de andere kant moet je een beetje opletten dat de ligamenten en de pezen, die kunnen soms ook wat negatief beïnvloed worden als er mangaan krapte is en dan gaan de dieren rapper kreupel kunnen staan. Dus als we dat probleem willen ondervangen, dan zouden we haagbeuk en hazelaar ook op het bedrijf mee kunnen aanplanten. Hier zie je heel duidelijk dat die een hazelaar, dat die van boven nog mooi groen is, maar een van die takken is doorgeworden en als je dan naar de stam kijkt, is het eigenlijk omwille van de vraat aan de bast dat de tak eigenlijk de geest gegeven heeft. Hier zie je dat de bescherming van de bomen voor de dieren eigenlijk heel belangrijk wordt. De gretigheid waarmee dat de dieren naar de hazelaar gaan, dat kan ook zijn omwille van het feit dat calcium een aandachtspunt is bij deze veestapel en de bast van hazelaar relatief rijk is aan calcium. En daarnaast is ook mangaan een aandachtsmineraal hier in de veestapel.
En de hazelaar is relatief rijk aan mangaan. Verder zie je vaak dat de bomen ook relatief rijk zijn aan gecondenseerde tannines. En die gecondenseerde tannines, dat zijn dan weer interessante spelbrekers om maagdarbormen minder de kans te geven om zichzelf te vermenigvuldigen. Bovendien, die gecondenseerde tannines hebben ook nog andere effecten. Bijvoorbeeld in de eiwitvertering spelen ze een rol. Maar er is ook in de literatuur wel sprake van het feit dat die gecondenseerde tannines de methaanproductie in de pens naar beneden zou brengen. We staan hier op een plek waar dat er eigenlijk van oudsher een erosiegeul is op het bedrijf. Het water komt van boven en neemt de snelste weg naar beneden. Nu, Richard heeft al grasland aangelegd, wat maakt dat er veel minder erosie is dan toen dat er akkerland was. Maar we zouden ook deze strook met bomen kunnen of struiken kunnen gaan beplanten, zodanig dat de wortels eigenlijk de aarde nog beter vasthouden en op die manier de erosie nog minder kans geven. Wat altijd wel belangrijk is, is bij de aanplant goed rekening te houden met de werkzaamheden van de boer. Want we kunnen eigenlijk niet 2-3 generaties terug op vlak van arbeidsorganisatie gaan, want toen waren de boerderijen veel kleiner en de families veel groter om de arbeid te doen. Nu heb je vaak eenmansbedrijven die relatief groot zijn. Dus we moeten er ook voor zorgen met de aanplant dat de efficiëntie in het bedrijf blijft steken. Hier wordt gepland om met de loogte lijnen mee bomen en of struiken aan te planten en dan de werkgangen zo breed te maken dat ze een veelvoud zijn van de breedtes van de machines, zodanig dat de efficiëntie van het werk met loonwerkmachines dat kan blijven en tegelijkertijd dat we toch proberen om die bomen een plek in het landschap terug te geven.